Zei hij echt boring. Ik zeg, uh, hey, ging goed, hè? En. Ja, uh, boring. Heb je weer het gevoel dat je op het, op het, op het level van vorig jaar aan het komen bent? Hè? Want tot nu toe had je steeds gezegd. het voetbal nog niet zo goed als vorig jaar. Maar als je deze wedstrijd ziet, als je PSG ziet. misschien ook Sporting al iets langer geleden. Uh, zou je toch zeggen, er dat, 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 dat zitten ontwikkelingen in richting dat niveau? Is ook zo. Uh, we zijn er nog niet, maar we zijn wel beter aan het worden. Iedere week. En dat zie ik vooral op de trainingen. Daar zie je dat we het niveau weer gaan benaderen wat we vorig jaar iedere training hadden als we nou, die grote spelen, kleine positiespeler spelen. En um, we zijn eindelijk wat dat betreft op de goede weg. Dat, uh, valt ook te zeggen, van de man naast jou, um, ja, wat, wat wil je over hem kwijt? Want uh, ja, hij maakte twee nou, en één onder druk van de keeper. Uh, ja, bijna een hat dus eigenlijk. Ja, maar waar, waarom is dat geen hat -trick? Ik snap daar ja, niks van. Ja, weet om. ik ook niet. Ik, ik, is, er is een. Ik, 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 ik. Maar hij kopt hem toch Hij uh, kopt hem, hij tikt uh, hem tegen de, de paal en dan gaat hij via de voet van de keeper erin. Dat en is de uitleg. Is een, ik hoorde dat er een commissie is die dat. <laughs> they don't give you the <laughs> Unlucky, unlucky. No, not unlucky. Crazy. Ja, yeah, crazy. Ja, <laughs> well. yeah, Ricardo, uh, congratulations with your goals, of course. Um, but maybe a little bit disappointed that it was no, no hat trick. Yeah, I think, uh, you know, it's a, it's a crazy rule, of course. You know, I think uh, de ball's going the direction of the goal, then you know, automatically you think it's a zero goal, of course, you know. But yeah, I mean, the rules are the rules. Just happy to be able to help the team. Ja, yeah, the ball crossed the line because the foot of the, the keeper Crazy man, be yeah. was. it. to Was het uh, wat dat betreft ook interessant, die tweede helft of de laatste half uur, dat je ze, Luc en Ricardo samen liet spelen? Omdat dus te kijken hoe dat, uh, hoe dat ging? Was dat een nou, bewust dat experiment? Dat is een bewust experiment, omdat er wel eens voor zou kunnen komen dat je, dat je wedstrijden gaat spelen waarin je. Niet tegen tien man, maar tegen elf man. Je zoekt dan naar een systeem waarin ze samen kunnen spelen. En dat lijkt allemaal heel makkelijk. Kijk, tegen tien man is dat ook makkelijker. Hè? Want je hebt die bal meteen terug. En, en de counters die ze plaatsen zijn. die zijn natuurlijk anders met tien man. Maar het gaat erom wanneer we ooit tegen elf man moeten. en je staat achter. en je moet en je wil een extra spits erbij gooien. Ik heb in mijn hele carrière zoveel wedstrijden gespeeld. dat ik er een spits bij gooide. en dat we vervolgens de totale controle kwijt waren. En dat we niet meer in de buurt bij de tegenstander zijn geweest. Omdat het niet klopt. Als je 3-3-4 speelt, dan is dat heel anders dan wanneer je 4-3-3 speelt. Dan is er meer controle. En je moet de bal hebben om te kunnen aanvallen. Heb je die bal niet, dan moet je verdedigen. Nou ja, daarom was het, denk ik, vandaag ideaal om niet Luc in te wisselen voor Pepie, maar om ze samen te laten spelen. Je had het even over Tilman. In de 39e minuut heeft hij een succesvolle tackle bijna op zijn achterlijn. Daar helpt hij zijn defensie. In diezelfde minuut heeft hij een interceptie. Speelt hij iemand achter bij en uit. Geeft hij de bal op Saibari waar de goal van Lang uitkomt. Het leek alsof hij daar inderdaad, zoals je eerder zei, al jaren speelde. Twijfel je wel eens aan wat nou zijn favoriete of echte positie is? Daar heb ik het nog deze week met hem over gehad. Ik vind echt zijn positie is echt de teampositie. Uh, maar ja, omdat het een, een, een atleet is en een voetbalintelligente speler is, kan hij dus ook een paar andere posities, waaronder die linksbuitenpositie. En dat is niet zijn favoriete positie. En ook de zes is niet zijn favoriete positie. Ik heb het er met hem over gehad. Ik vond dat hij goed speelde tegen, tegen Parijs. Maar hij vond zelf dat het boring. Dit zei hij boring. Zei hij echt boring. Ik zeg, hey, ging goed, hè? En uh, <lacht> <lacht> boring. <lacht> Keep it in the zone.